Het parlement heeft vandaag geen quorum kunnen opbrengen voor de behandeling van de wet belasting over toegevoegde waarde, BTW. De vergadering stond gepland voor 10 uur vanmorgen. Echter deed DNA-voorzitter Marinus B. rond 11:45 de mededeling dat de bijeenkomst niet de status kon krijgen van een vergadering. De Nationale Assemblee heeft 26 leden nodig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Echter tekenden slechts 22 leden de presentielijst. B. liet de namen van de aanwezige leden oplezen door de griffier. Voorzitter B., de leden Sharman, Ramdin, Gayadin, Kanapé, Yogi, Jakari, Afiankoy, Murtabat, Ramsukul, Aluma, Matsaleh, Karyo Menawi, Kudemusu, Belfort, Sluisdom, Moab Ali, Karto, Wang, Sampi, Huur en Aseri. De wet belasting over de toegevoegde waarde is voor het laatst op 30 december 2022 gewijzigd. De Nationale Assemblee heeft voor vandaag 3 vergaderingen uitgeschreven, waarvan de eerste dus geen voortgang kon hebben.